En wij komen uit Tilburg. Ja. We zijn vandaag in Breda om wat mensen te interviewen. Ja. Maar wat is uw naam? Jorren. Jorren, en hoe oud ben jij, Jorren? Ik ben 26. 26. En je doet dus aan meditatie, zei je net. Ja, ja, zeker. Tenminste, ik heb 2 jaar geleden dan een retraite gedaan in Thailand, 10 dagen. Oh, helemaal naar Thailand gegaan? Ja, ja, dus is 10 dagen helemaal stil zijn en mediteren eigenlijk. En daarna heb ik er nog wel wat in gehouden, maar dit is met fases. Maar dan heb je dan 10 dagen lang niks gezegd ook. En dat is gelukt? Ja, ja, zeker. En hoe was dat bevallen? Ja, goed. Ja? Wow, het is een hele bijzondere ervaring, omdat je... Ik wist niet echt wat ik moest verwachten. Mm-hmm. Daar, en dan krijg je eerst de uitleg van een soort hulpmonnikje. Die uitleg gaf over hoe je dan de meditatie ging doen. Dus het was loopmeditatie of gewisseld met zitmeditatie. En ja, daar kreeg een uitleg over dat ging je langzaam opbouwen eigenlijk. Je ging dan 5 minuten loopmeditatie, 5 minuten zitten en dat ook herhalen. En daarna werd het 10 minuten, 15, 15, 20, 20. En naarmate die dagen vorderden, ging je dat eigenlijk opbouwen. En je merkt dan dat je hoofd eigenlijk steeds meer uitgefilterd raakt als het ware. Dus alle onbelangrijke dingen vallen steeds meer weg en de belangrijke dingen of de dingen waarmee je zit, die blijven eigenlijk hangen en die blijven ook terugkomen in je hoofd. En na die 10 dagen ging je weer meteen terug naar Nederland of niet? Nee, nee, ik had daarna nog een weekje, zoiets, anderhalf weekje daar. Vakantie. Dus even, ja. En bleef je toen nog steeds stil of dacht je van nou mag het wel weer? Nee, ja, toen was ik alweer blij dat ik weer kon praten. Ja. Ik vraag me af, dan heb je natuurlijk zo'n lange periode gehad, dan zit je natuurlijk in een soort van, ja, trance, ik weet niet hoe je dat dan noemt. Ja, ja. Maar zodra je er dan mee stopt, is het dan ook meteen weg? Of heb je dan nog een langere tijd dat je denkt van, nou, daar voel ik nog iets bij of zo? Ja. Nee, jawel, ik merkte wel dat alles komt sowieso meer binnen. Dan merk je bij het eerste moment dat je uit de retraite komt. Maar ik merkte wel dat ik... dat ik gewoon rustiger was en meer een soort van heel tevreden gevoel. Constant op de achtergrond, waar het eerst misschien iets meer onrust was, merkte ik vooral naarmate de dagen vorderden, ook tijdens het mediteren, dat er steeds meer een soort van gevoel van vreugde en blijdschap kwam en dat bleef wel hangen. Ja. Ja, ja. En jij was halverwege 20 toch, hè? Ja. Maar hoe ben je er zo bij gekomen om dat te gaan mediteren? Ik vond het altijd wel interessant. Ik had zelf al wel ooit een keer gemediteerd, maar ja. Ik vond het heel lastig om daarin mijn focus en mijn rust eigenlijk te vinden. En ik had op dat moment, dat was dus 2 jaar geleden, had ik een punt gezet achter een lange relatie. En ik had werk wat ik eigenlijk helemaal niet leuk vond. Mm. Ik wist eigenlijk niet wie ik was, ik wist niet wat ik wilde. Dus toen had ik zoiets van, nou... Ja, je komt met de levensvragen te zitten en dan ga je natuurlijk op zoek naar wat is nou waarheid en wat is nou belangrijk. Ja, wat vind je belangrijk in het leven? Wie ben je? Waar ligt je passie? Ik heb ook op diezelfde leeftijd als jij ongeveer dezelfde fase doorgemaakt. Ja. Ook rond mijn 25, 26e dat ik met die vragen zat. Na een aantal overlijdens in de familie. Ja. En toen ben ik ook inderdaad een tijdje ben ik gaan mediteren. Maar ik heb ook heel veel aan sport gedaan en gezond eten. Mindfulness bijvoorbeeld, ja. Yoga, van alles uitgeprobeerd inderdaad, ook op zoek naar ja, wie ben ik eigenlijk en waar gaat het leven nou eigenlijk om. Ja. En uiteindelijk, toen ik 30 was, ben ik dan bij het christendom langsgekomen. Niet omdat ik daar naar op zoek was eigenlijk, maar ik had me ingeschreven bij danslessen. Toen kwam ik een meisje tegen die ging naar een christelijke kerk toe, dus ja. Uit respect voor haar natuurlijk gewoon. Erover gehad heel veel en eigenlijk probeerde ik de Bijbel van het begin onderuit te halen. Van, maar dat is niet gelukt, want nu geloof ik het eigenlijk zelf. Dus ik ben eigenlijk pas op later leeftijd ben ik dan tot geloof gekomen in het christelijke geloof. Maar hoe staat met jou? Heb jij enige christelijke opvoeding of iets dergelijks gehad? Nee, dat valt wel mee, maar ik moet ook zeggen dat ik zelf niet per se heel veel mee heb voor mezelf. Dat daar niet mijn geloof ligt. Ja, je bent natuurlijk op zoek naar waarheid en ik kan me voorstellen dat je dan ook denkt van nou, dan ga ik eens de islam onderzoeken en het boeddhisme. En wellicht heb je christendom ook wel eens onderzocht of dat nog niet? Ja, op onderzocht kan ik het niet noemen. Je leert natuurlijk al over godsdienst en je leest er wel over, maar het is niet van mijn... Nee, het is anders natuurlijk als je er zelf naar op zoek gaat dan dat het je in je strot wordt geduwd als je naar school gaat ofzo. Ik ben dan natuurlijk een basisschool geweest waarbij dat niet werd onderwezen, dus ik had gewoon totaal nul kennis. Toen ik erin kwam, dus ik had alleen maar vragen eigenlijk. En dan is het natuurlijk anders. Ja. Stel nou dat er inderdaad bestaat een God. Hè? Ik denk dat jij ook wel
denk dat er meer dan tussen hemel en aarde is, denk ik. Hè? Ja, zeker wel, maar ik geloof niet dat dat, tenminste, voor mij is dat niks externs. En ik denk ook niet dat het helemaal in woorden te omvatten is. En dat wanneer je dat wel doet, dat er dan al vaak, ja, dat er ook een gevaar in schuilt van wij, ook vanuit de geloof, wij weten de waarheid. Mm. En dat, ja, er is ooit één iemand op aarde geweest en die zei van zichzelf, ik ben de waarheid. Weet je wie dat was? Dat zou dan wel Jezus zijn geweest. Nee, inderdaad. Want hij zei letterlijk, zei hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, dan heeft hij het over God de Vader, dan door mij. Dus hij leerde eigenlijk dat als je bij God wil komen, dan kun je alleen maar komen via hem. Maar ja, geloof jij? Ja, je gelooft dus niet dat er echt iets een externe God is. Maar stel nou dat u op een dag overlijdt. Dat zou eigenlijk natuurlijk vandaag kunnen zijn als je daar ineens door een bus wordt aangereden. Maar wat denk je dat er dan gebeurt? Stel er is wel een hemel. Denk je dan dat je daar dan terechtkomt? Ik denk niet per se dat er een hemel is. Ik geloof meer van dat iedereen, dat je uiteindelijk het diepste van binnen, dat je bewustzijn bent. En bewustzijn eigenlijk gevangen in vorm. Mm-hmm. Wij als mens zijn een vorm, een boom is een vorm. En alles heeft zijn eigen bewustzijnsniveau. En wanneer je doodgaat, dan wordt dat bewustzijn gewoon weer één met al het andere. Oh, dus dat blijft niet voortbestaan, denkt u? Dus dat bewustzijn blijft dan niet voortbestaan? Ja, dat blijft zeker voortbestaan. Ja, alleen het ego niet. Niet ik als persoon. Ah, oké. Niet het hele mentale beeld wat ik van mezelf heb en hoe anderen mij zien. Ja, zoals de grote religies het eigenlijk leren, katholicisme bijvoorbeeld en islam, is dat je als mens een ziel hebt. En die ziel die bewoont eigenlijk alleen maar dit lichaam. Dus je bent eigenlijk niet het lichaam, je bent eigenlijk intern, je bent iets anders. Ja. En dat lichaam gaat natuurlijk een keer dood. Hè? Ja. Maar daarna, je ziel blijft gewoon bestaan. En dan inderdaad leren ze van, hey, ofwel je gaat naar de plek waar je wil zijn, de hemel. Ofwel je gaat naar de plek waar je niet wil zijn, dat is de hel. Ja. Maar ja, al die religies leren allemaal een andere weg naar de hemel. Dus bij de islam heb je allerlei geboden en voorschriften en dingen die je zou moeten doen, maar ja, bij katholicisme is daar natuurlijk andere dingen. En binnen het christendom alleen al heb je al tig verschillende stromingen die allemaal een andere boodschap verkondigen. Ja. Maar ik zit nergens bij. Dus ik ben niet lid van de kerk, ik ga ook niet naar een kerk. Maar ik geloof wel dat er een God is die wil dat wij hem kennen. En dat hij zich inderdaad heeft geopenbaard via een boek, hè, dus de Bijbel, dat de Bijbel gewoon waar is. En als je dan gaat kijken, wat zegt de Bijbel nu eigenlijk letterlijk? Dat is voor mij belangrijker dan dat wat pastor zo en zo zegt. Dus ik wil ook gewoon weten, wat staat er nu echt in het woord? En dan kan ik het zelf checken. En de vraag wordt in de Bijbel gesteld, hè? Wat moet ik doen om gered te zijn? En iemand vroeg dat aan de discipelen van Jezus. Aan apostelen zelfs. En het antwoord dat ze gaven, ja, wat moet je nou doen om in de hemel te komen? Was geloof in de Heer Jezus Christus en u zult gered zijn. Ja. En die boodschap, die hoor je eigenlijk bijna nergens. Maar dan is zo'n extern iets dan. Ik geloof wel in een extern iets, ja, dat er inderdaad een God is en die wil dat wij hem kennen en dat we bij hem komen. Ja. En een God die van ons houdt. Ja. Mag ik één mooie Bijbelvers met je delen? Staat op dit kaartje. Is hier in het blauw. Ja. Mag ik wel vasthouden. Er staat, als het goed is, staat daar, want uit genade bent u gered, gered van de hel dan, door het geloof. En dat niet door jezelf. Het is de gave, het is eigenlijk een cadeau van God, wat hij jou wil geven. Dan staat er nog duidelijk bij, niet uit werken, zodat niemand zou roemen. En roemen is dat je trots op jezelf kan zijn. Dus God zegt, eigenlijk niemand kan trots op zichzelf zijn dat hij de hemel bereikt. Want het wordt je gegeven. Het wordt je niet gegeven voor, ja, wat jij bewerkt hebt voor God of hoe jij geleefd hebt. Alleen maar als je inderdaad geloofd hebt. Dus dat is eigenlijk de boodschap die ik dan... Maar niet geloven in jezelf dan, maar geloven in... In jezelf. Wat de meeste mensen eigenlijk doen en religies leren, is dat je inderdaad moet geloven in je eigen inzet, je eigen daden en werken en zo. Dus als jij nu morgen ineens zegt van, nou, ik ga naar een willekeurige kerk hier in Breda, en je stelt die vraag van, hey, wat moet ik nou doen om naar de hemel te mogen? Dan geven ze jou niet het antwoord van, hey, geloof in Jezus Christus. Maar kan je iets doen? In de zin van, daarom geloof ik ook niet in dat je iets kan, externs kan doen, iets... Ja, toch denken de mensen van, nou, als ik maar een goed mens ben en de geboden van de wet hou en naar de kerk ga en mijn Bijbel lees en geld aan de armen geef en bid en dat soort dingen, allemaal externe dingen, als ik dat allemaal doe, dan krijg ik straks te horen of ik het goed genoeg ben geweest. Maar God zegt nu al van, hey, je bent gewoon niet perfect, je maakt gewoon fouten en ja,
daar verdien je eigenlijk straf voor, maar ik ben genadig, ik wil je vergeven. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn zoon Jezus Christus naar de aarde gestuurd. Dat ken je wel, het verhaal denk ik. Hè? Maar waarom zou je straf verdienen dan? Ja, ik denk dat is een goede vraag natuurlijk. De Bijbel leert wel dat het eeuwige bestraffing is. En soms denken mensen van ja, maar dat is toch niet eerlijk. Maar aan de andere kant, dat probleem heb jij niet veroorzaakt. Hè? Dat was al veroorzaakt dan meteen bij de eerste mens, met Adam en Eva. Die hadden al gezondigd en dat wordt doorgegeven. Dus jij kunt eigenlijk niet anders dan niet perfect zijn. Je hebt al eens gelogen bijvoorbeeld. Nou, dan heb je al Gods wet overtreden, ja. Dan ben je al schuldig. Dus eigenlijk kun jij er niks aan doen. Maar dan creëert ook heel erg een angst. Want je moet aan regels voldoen. Als je dat niet aan voldoet, dan zondig je of dan... Ja, in de religie zit dus heel veel angst. En ik ben er nu juist om de mensen te laten zien van, hé, dat hoeft niet. Ja. Want God zegt al, je bent niet goed genoeg en je kunt ook nog goed genoeg worden. Je hebt mijn genade nodig. Je hebt Jezus Christus nodig die jou kan redden van de straf van de zonde. Maar dat is mooi nieuws juist. Want dan hoef jij dus niks te doen, alleen maar te geloven. En dat kan iedereen doen. Dat kan zelfs een zoon hier van 6. Maar je... In de basis ben je dus niet goed genoeg en dan geloof je in iemand die jou niet goed genoeg vindt. Ja, als je het zo omschrijft, dan klopt dat natuurlijk, ja. Ja. Want je bent het wel met mij eens, denk ik, dat je hebt een geweten. En de geboden, het bekende geboden uit de Bijbel, je mag niet liegen, je mag niet stelen, je mag niet moorden en zo. Die weet jij eigenlijk. Die hoef jij niet geleerd te krijgen. Jij weet, oh, ik heb gelogen en je voelt je als goed is schuldig over. Yeah. Dus iedereen herkent heel makkelijk van, nou, ik ben niet perfect, ik heb inderdaad fout gedaan. Ja. Maar ik kan jou niet uitleggen waarom ik geloof dat de Bijbel waar is en waarom het inderdaad zo is. Ja, maar dat mag ook. Ik heb dat gewoon onderzocht en ik denk gewoon dat het waar is. Ja. Met iedereen is natuurlijk op zoek naar van, die belangrijke levensvragen van, waarom ben ik hier? Waarom is die aarde hier eigenlijk? Hoe is dat ontstaan? En sommigen geloven inderdaad letterlijk wat ze op school is onderwezen van, het was eerst niks en toen was er een hele grote knal miljarden jaar geleden en toen kwam ineens alles heel snel is ontstaan. Ja, dat is dus niet in lijn met de Bijbel. Dus ik geloof eerder dat dat de aarde heel jong is. Maar kunnen wij met woorden, met klanken eigenlijk, kan je daarin omschrijven hoe... Kan je daarin waarheid omschrijven? Dat denk ik dus niet en dat is ook... Ik denk meer dat het in het stukje gevoel zit en geloven in jezelf en dat... Ja, zodra je iets een bepaalde regeltjes gaat maken en een bepaald geloof gaat creëren, dan zit er ook een heel groot stuk ego achter, waardoor je ook blind wordt voor iedereen die buiten jouw geloofsovertuiging valt. Ja. En omdat je natuurlijk, je gelooft in iets externs, dus je gelooft in primair niet in jezelf. Maar in de basis is het belangrijkste dat je in iets externs gelooft en daar heb ik best wel moeite mee. Dat is wel een groot verschil tussen ons twee inderdaad dan. Want ik geloof inderdaad niet in mijn eigen kunnen en in iets interns. Dat ik ben, nou, dat wel. Maar ik erken dat ik nou inderdaad fouten maak. En ik wil daar vergeving voor hebben. En ik weet, of ik geloof, en dat is geloof, hè, dat er inderdaad iemand is die mij vergeving wil schenken. En dat het eigenlijk al... allemaal al bewerkstelligd is. Want Jezus kwam natuurlijk 2000 jaar geleden en hij is voor de zonde van de hele mensheid gestorven. Dus zelfs als jij morgen iets doet, daarvoor is ook al betaald. En daar is ook al vergeving voor. Alleen God heeft één ding wat hij wel van je eist, of vereist, dat je wel gelooft dat hij inderdaad die voorziening getroffen heeft. Dat hij inderdaad zijn zoon heeft geofferd voor jou. Als je dat niet gelooft, ja, dan... Dat klinkt als iemand met een heel groot ego, want je moet in hem geloven. Dus hij wil belangrijk gevonden worden. Wil mensen niet... weet je wat het belangrijk thema is in de Bijbel? Dat vrije wil. Hij wil niet mensen tegen hun wil in, bij hem, dwingen naar hem te komen. Dus hij zoekt mensen die inderdaad hem uit vrije wil zoeken. En daar gaat het eigenlijk om. Dat is wat ik dan de mensen meegeef. Ja. Ga op zoek naar God. En je kunt gewoon met God praten. Hij hoort alles. Hij kent zelfs je gedachten. Je hoeft eigenlijk niet eens hardop te praten. Dus als je God echt wil zoeken en de God van de Bijbel, dan weet ik zeker dat je hem ook zult vinden. Ja. Ja. Maar ik ga met deze afronden. Maar thanks voor je... Ja, Joren, bedankt voor het gesprek. Het beste. Ik had jou een kaartje gegeven. Ja. Mocht je nou ooit zoiets hebben...